Hey, ik ben Johannes Cotin, als prof verbonden aan Universiteit Gent. We zijn hier op de campus Kortrijk in het Smart Production Organization Lab, uitgebouwd binnen een EFRO-project samen met machinebouw- en mechatronica-bedrijven hier in de regio. Hierachter ziet u de Digital Twin Control Room die uitgebouwd werd om ervoor te zorgen dat productieomgevingen in een virtuele versie mee aan tafel kunnen zitten als optimalisatietrajecten besproken worden. Dit is een unieke, innovatieve oplossing die hier uitgewerkt is. Dan hebben we ook nood aan innovatieve componenten. Daarom werken we samen met Barco, die hier onder andere de schermen levert, die een unieke feature heeft, die ervoor zorgt dat de kleurverdeling automatisch gecalibreerd wordt op alle schermen voor heel de wal. Ook de locatie is daarbij belangrijk. Barco is hier ook regionaal aanwezig en is perfect voor onze samenwerking met het bedrijf. Er zijn drie redenen waarom deze infrastructuur uitgebouwd werd om bedrijven te kunnen ondersteunen. De eerste reden is omdat het heel moeilijk is tijdens een meeting met bedrijven als een volledige productieomgeving onder de loep genomen wordt, om dat te visualiseren tijdens een meeting. Dus met een gewoon scherm is dat heel moeilijk om een volledige plattegrond en ook in te zoomen op verschillende situaties binnen een bedrijf. Dus met deze videowall is dat wel mogelijk. Ten tweede is het lastig om een huidige situatie van het productiesysteem in het virtueel model te krijgen. Omdat niet altijd alles perfect geweten is hoe dat op dit moment gebeurt. Daarom willen we via sensoren data capteren uit de echte productieomgeving en doorkoppelen aan dit virtuele model hier in de control room. En drie, zorgen dat niet elk bedrijf deze infrastructuur moet aankopen, maar dat ze hier terecht kunnen om die optimalisatie te bekijken met ondersteuning van onze expertise. Om dit te kunnen demonstreren, hebben we zelf een situatie uitgebouwd gebaseerd op een fysieke opstelling met transportbanden en robots die volledig virtueel gemodelleerd is en die dus exact dezelfde werking volgt als de fysieke installatie zonder dat er een koppeling is. Vandaar dat men dat digital twin of een digitale tweeling noemt. We zitten hier met een curved video wall. Het voordeel daarvan is dat we niet één viewpoint krijgen, maar per vier schermen eigenlijk een ander viewpoint krijgen. Zodanig dat als je centraal voor de video wall staat, dat je mooi rondom rond kunt kijken in de virtuele omgeving. Wij zijn trots als UGent dat we dit unieke project kunnen realiseren hebben samen met Barco, Actions, Vogels. En we kijken er naar uit om nieuwe uitdagingen aan te pakken in de volgende projecten.